Nou, dan heb ik volgens mij alle vragen voor nu al beantwoord. En dan stel ik voor dat we dus meteen van start gaan met de slides die ik hier voor jullie klaar heb staan. Het is mijn bedoeling dat ik jullie zoveel mogelijk informatie geef waarvan ik denk dat het heel goed is voor jullie om te gebruiken als je online je business wil laten groeien. En als jij een andere mening hebt dan mij, dan sta ik daar natuurlijk voor open. Social media is zo groot of zo breed. En ook het internet is zo breed dat iemand onmogelijk echt alles kan gaan weten. Dus ja, onderbreek me maar en geef me ook gewoon wat jouw mening is. Without further ado, let's go. Dus nogmaals, van harte goedenavond en welkom bij onze webinar Amplify Your Business Online. Vandaag hebben we het dus over hoe jij eigenlijk je bedrijf of je business kan promoten online. En natuurlijk wat je er allemaal mee kan gaan doen met betrekking tot social media, maar ook met betrekking tot andere diensten die er zijn online. Nou, deze slides hebben jullie al aan het begin gezien, denk ik, bij de inloop. En het gaat er eigenlijk voornamelijk om dat je kan zien, of sorry, dat je ziet van waar we komen en wat wij allemaal doen. Welke bedrijven bij ons zijn verbonden. We hebben een model, want in onze zeg maar, visie zeggen wij dat we het platform zijn waar mensen eigenlijk komen leren en werken. En eigenlijk meer tech-savvy of digital-savvy professionals worden. En we willen dus een belangrijke bijdrage leveren aan de diversificatie van de economie. En dat doen we op dit moment ook al, want we zijn in Suriname gevestigd, maar leveren aan Nederland, Amerika en Guyana, Trinidad, Jamaica. En we hebben ook professionals in deze landen die voor ons werken. Dus je ziet dat daar al een wisselwerking is van export, maar ook kennisuitwisseling. En wij zijn ervan overtuigd dat als wij het kunnen, dat meerdere bedrijven het kunnen. Vandaar dus dat wij een platform hebben opgericht, waar mensen dus allemaal ook dit wat wij doen kunnen komen leren en zelf kunnen toepassen in hun eigen bedrijf. En eigenlijk op een zodanig niveau doen dat ze op een gegeven moment hier ook gewoon heel proficient in worden en kunnen exporteren. Om een bijdrage te leveren aan diversificatie van de economie hebben we dus ook een model. En dat model geeft dus eigenlijk aan, en dat heeft u dus nu in beeld, hoe je aan de verschillende aspecten van een sector moet werken als je dat wil gaan ontwikkelen. En wij hebben die sector de Digital Entrepreneurship Ecosystem genoemd. En je ziet dat er 6 elementen zijn die daar heel belangrijk voor zijn. En bij elk van de 6 elementen hebben we een aantal werkpunten voor zowel de overheid als de private sector, maar ook voor de educational institutes. Dat zijn dus universiteiten, de HBO's of de MBO's. Zeg maar het hele onderwijs eigenlijk. En dan komt het stukje van echt social media zelf. Voordat ik in-depth ga, wil ik even wat trends benoemen, waarvan ik vind dat die toch wel een belangrijke impact hebben op waarom wij zoveel aandacht geven aan het online bezig zijn. Ja, zoals je op je scherm ziet, dan zijn er heel wat gewoonten ontstaan bij mensen die eigenlijk aan ons vertellen, aan ondernemers, business owners, aan marketeers, communicatiespecialisten, HR-mensen vertellen dat als jij een doelgroep wil bereiken, dan kan dat prima online gebeuren. En dat heeft niet alleen maar te maken met social media, maar nog meer. Er zijn nog wat andere trends. Je ziet dat bedrijven van elke grootte, verschillende grootte, of het nou een eenmanszaak is of een veel groter bedrijf, dan zijn die dus al bezig met het zeg maar, om social media op te nemen in hun DNA. Zo ver gaat men. En dat je een aantal automations tools, en dat zijn tools die je gebruikt om te automatiseren, dat die gebruikt worden. Steeds meer merken, steeds meer bedrijven investeren in employee advocacy. En dat wil zeggen dat ze dus
hun mensen meer naar voren schuiven, omdat social media en het internet toch wel gaat om het sociale. En je ziet dat steeds meer bedrijven gewoon laten zien wie bij hen werkt. Maar niet als in, oké, deze persoon werkt bij mij. Maar je ziet dat terugkomen in allerlei posts en artikelen. Er is geen enkele CEO die niet praat over de human asset. Wanneer ze een artikel schrijven of een oproep doen. Er zijn ook heel weinig... wat je juist ziet is bijvoorbeeld, er is dan een dag van arbeid bijvoorbeeld. En wordt er een foto gemaakt van het personeel die dan in verschillende klederdrachten is. Je ziet dat mens steeds meer centraal staat. Maar dat is natuurlijk ook bijna logisch, want we praten meer over het humanizen van je brand. Dus je brand maken tot een persoon. Een andere trend die er is die van influencers. En ja, we hebben recent gezien hoe een influencer, hoe dat een beetje verkeerd is gelopen, doordat ze een post heeft geplaatst waarvan mensen vonden dat dat geen goede post is. En toen ze feedback kreeg, is het verwijderd. Maar goed, dat is uiteindelijk zo helemaal uit de hand gelopen. Maar als je influencers marketing goed toepast, dan zou je ervoor kunnen zorgen dat die mond-op-mond reclame of peer-to-peer pressure die er is, of peer-to-peer recommendation eigenlijk, dat dat op een juiste manier naar voren komt en mensen dat ook dus goed kunnen toepassen. En wat je daarmee bereikt is dat mensen van een bekende persoon, een celebrity of iemand naar wie ze opkijken, horen dat een bepaald product of merk of een bepaald bedrijf heel goed is. En dan gaan ze daar achteraan om ook daarmee mee te doen. Een vierde trend die we zien is dat er steeds meer co-created content en user-generated content ontstaat. Een hele trendgerichte voorbeeld van user-generated content op dit moment is bijvoorbeeld dat iemand een uitspraak doet en dat mensen die uitspraak op verschillende manieren gaan bewerken of gebruiken in hun eigen creaties. Populair is de Do It. Mevrouw Feira die zei een dagje iets met Do It. Je wil naar een tequila party, dus doe het. En er zijn heel wat liedjes erover gemaakt. Er zijn memes gemaakt. Er zijn posts gemaakt. Ook bedrijven die hele serieuze posts hebben, die zetten erachteraan hashtag doe het. En je ziet dat daar users heel wat content rond genereren. Epic is wanneer een bedrijf iets zegt en mensen dat oppakken en ook daarover content gaan maken. Nou, daar een beetje voorzichtig mee. Het kan ook de verkeerde kant op gaan. Maar het kan ook heel goed uitpakken natuurlijk. En dat jouw content gewoon viraal gaat doordat gebruikers dat ook gewoon heel interessant gaan vinden. Daarnaast zie je dat de social media platforms ook constant aan het veranderen zijn. Waar Facebook vroeger echt meer was voor vriendschapsonderhoud, zie je dat je nu ook gewoon met je heel bedrijf op Facebook kan zijn en meetingrooms kan hebben. En dat zelfs een conferentieplatform als Zoom wordt gechallenged met de Facebook Rooms optie. Dat is een nieuwe functionaliteit binnen Facebook, waarbij je dus een soort room kan creëren. Niet een Zoom, maar een room. En daarbinnen kan je dus met jouw team communiceren. Je kan video chatten met elkaar, videogesprekken met elkaar hebben, maar je kan ook chatten met elkaar. Je hebt ook de dating sites. Je hebt ook TikTok, die eigenlijk nu toch wel veel meer aandacht krijgt. En er is een hele hype gaande. Mensen praten ook wel over niet alleen maar een TikTok enrichment, maar ook een TikTok crisis zelfs. Dus ja, social media platformen blijven zichzelf maar ontwikkelen. En je ziet dat Snapchat bijvoorbeeld op dit moment, we praten over COVID-19, iedereen is in een lockdown. En dan heeft Snapchat van die speciale filters waar je, dus als je je foto maakt, krijg je een mouth mask of een hele mooie
mondkapje eigenlijk die je dan ook kan, waarmee je foto's kan maken en ook kan showen. Dus ja, je ziet dat de social media platforms ook heel goed daarop inspelen. Daarnaast zie je dat social selling steeds meer toeneemt. Facebook haar shopfunctie wordt nu mede door de lockdown extra gebruikt, meer gebruikt. Maar ook daar zie je dat er niet alleen maar van de shopfunctie gebruik gemaakt wordt, maar gebruikt ook gewoon om een WhatsApp-nummer te promoten of om bestaande webshops te promoten. En je ziet dat mensen elkaar gewoon beginnen te taggen. Een heel populair voorbeeld is het ontstaan van de Facebookgroep Online Sales. Iedereen en alles wat maar aan online sales doet of een bel en bestel op zich. Mensen zijn massaal gewoon daarmee bezig. Bezig om daarin alles te posten. Dat heet ook crowdsourcing. In social media termen is dat crowdsourcing. Dus de crowd heeft kennis. En je vraagt de crowd om alle kennis die zij bij zich hebben over een bepaalde onderwerp, om dat in de groep te plaatsen. Daarnaast heb je ook dat andere trend, de laatste die ik voor vanavond wil noemen, is dat mobile-focused marketing steeds meer toeneemt. Of je nou een game aan het spelen bent, of je mails aan het checken bent op je mobiel, je ziet van die advertenties daarin terugkomen. En dat kan je dus allemaal doen met Google advertising. Je kan dat doen met YouTube advertising. Maar je kan ook natuurlijk, wanneer je advertenties maakt, kan je die specifiek richten op mensen die op een mobiele telefoon aanwezig zijn en niet per se achter de computer zitten. Dus dat zijn allemaal trends die er plaatsvinden. En deze trends zijn eigenlijk hetgene wat de push en de pull creëert. De push is meer ook vanuit de social media platformen zelf. En de pull is vanuit de consument. Dus je krijgt dan echt zo'n situatie waarbij beiden het willen. En dan ontstaat die hele movement eromheen. Dus daarom is het heel belangrijk dat we ons goed focussen of goed informeren over wat allemaal mogelijk is. En hoe je dat allemaal kan gaan toepassen. Ik heb de titel bewust niet gekozen alleen social media, want zoals je nu op het scherm ziet, is social media één onderdeel van alles wat je online kan doen, of alles wat met online marketing te maken heeft. En online marketing wordt ook wel digital marketing genoemd, dus in mijn visual ziet u digital marketing staan. En dat bestaat uit onder andere social media, maar je hebt dus ook een website die heel centraal is. En dit is like a never ending discussion, waarbij ik nog steeds ervan overtuigd ben dat je website de ruggengraat is van al je communicatie. Alles wat je online communiceert, daar is je website een belangrijke, zeg maar, ik noem het nog steeds de ruggengraat. Het is hetgeen waarmee alles online valt en staat. En als je niet een website hebt, kan dat voor veel bedrijven niet veel uitmaken. Maar als je het wel hebt, maakt het wel wat uit. Je komt wat betrouwbaarder over en je hebt heel wat andere snufjes die je kan doen. En als een dag je bijvoorbeeld een bepaald social media platform dreigt uit de lucht te gaan of ophoudt te bestaan, dan heb je nog steeds je website waarop je ook je content hebt. Daarnaast is een mobile app ook heel centraal. Je kan ook aan e-mail marketing doen. Let op, ik zeg niet dat je allemaal moet gaan doen. Ik geef hier de voorbeelden aan. En later, gedurende mijn talk, zal ik inzoomen op wanneer gebruik je wat. Ik zie een vraag binnenkomen. En dat is, hoe kan je het best op een eenvoudige manier je klanten via bijvoorbeeld Facebook betalingen voor je product online laten doen? Nou, deze vraag, Elisha, dank je wel daarvoor. Wat je kan doen is, Facebook, de shop van Facebook heeft een betaling optie en die is gekoppeld aan Shopify
of aan Stripes. Het zijn allemaal externe applicaties die je kan integreren in je Facebook. En dan komt het nog steeds neer op dat mensen via een creditcard moeten betalen. Je kan dat nu nog niet mogelijk maken via je zeg maar lokale pinpassen. En daarom zou je dus moeten kijken naar een van die opties die Shopify of Stripe of iets dergelijks aanbiedt. Ik wil niet ontmoedigend klinken, maar het is best duur om het op die manier te doen. Omdat voor Suriname het percentage dat je per aankoop betaald is 37%. Ja, dus als iets 100 SAD kost, gaat het jou 137 kosten. Omdat 37% wordt afgetrokken, of jij krijgt dus eigenlijk gewoon 37 SAD minder, omdat dat wordt afgetrokken voor het afhandelen van die betaling. Dat is dus eigenlijk een beetje verlieslatend, omdat dat toch wel 37% is heel veel geld. En je kan het verhalen op de klant. Maar dan gaat de klant denken, ja, dan ga ik liever naar de winkel en dan koop ik het. Of iets dergelijks. Of ik koop het liever bij een ander. Dus het beste wat je zou kunnen doen, is je Facebook shop koppelen aan een landingspagina op je website. Waar mensen met bijvoorbeeld MoPay of UnifiedPay of iets anders kunnen betalen. Ja, dat lijkt mij dus nu de slimste oplossing op dit moment. En er is niet echt iets dat rooskleuriger is, maar dat is het creditcardbetaling of de betaling via MoPay. Maar dan moet je je shop koppelen aan, en dat kan je doen wanneer je je Facebook shop inricht, dan moet je je producten erin invoeren. Dan vraagt Facebook je ook waar gaat deze persoon of waar gaan je klanten voor dit product afrekenen. En je kan kiezen op Facebook zelf of op een extern portaal of het is een payment on delivery. Ik denk dat de banken ook wat makkelijker omgaan met als je je MoPay of iets dergelijks wil gaan installeren. Ik probeer ook te werken met mobiele postapparaten. Maar er moet in Suriname nog heel wat aangepast worden wat niet echt complex is, voordat we eigenlijk rechtstreeks op Facebook kunnen laten betalen. Maar wanneer je dus voor de optie kiest waarbij iemand naar een externe link kan gaan om te betalen, dan kan dat dus naar je website gaan. En op je website kan je dan die payment opties instellen. En hoeft je website niet compleet, hoe heet dat? Dan hoeft je website niet compleet te zijn met nog een complete catalogus en zoveel dingen, want dat wordt best prijzig en ook moeilijk en veel te onderhouden hoor. Dan moet je je Facebook onderhouden en ook je website gaan onderhouden. Dus ik stel voor dat je dan alleen maar voor je payments portaal dan je website gebruikt. En die actuele voorraden die, of actuele producten, die post je dan op je Facebook channel. Zodat je dan meteen de verkoop kan doen. Er is een remark binnengekomen van Brian. Die zegt, heel goed gezegd Anoushka, je website is je base als het gaat om online je business brengen. Nou, dankjewel Brian, dat je dit ook beaamt. Omdat Brian ook zeg maar bezig is met online diensten aanbieden of diensten aan te bieden aan bedrijven die dit allemaal willen doen. En personen. Dus als hij dat ook gemeten heeft, dan hoor je nu van twee experts eigenlijk dat je toch wel aan je website moet werken. Elisha, ik hoop dat ik je vraag naar tevredenheid heb beantwoord. Als je een vervolgvraag hebt, laat het me gewoon weten. Ja? Kijk gewoon in de chat mee. In de chat en in Q&A kijk ik mee. Hoor. Ja, dus dat is website, mobile app. Dat spreekt voor zich. Als je een mobile app hebt, kun je een aantal dingen laten doen. Het is trouwens tegenwoordig ook makkelijk om je eigen mobile app te bouwen. Er zijn een aantal online tools waarmee je in principe gewoon een Excel sheet kan ombouwen tot een mobile app. Die apps zijn meestal niet compleet en niet helemaal goed. Ze werken niet echt helemaal perfect. Maar als je dan een developer in de hand neemt die dat dan voor je perfectioneert, dan heb je wat minder kosten. En ik geloof er zelf in dat we het wiel niet opnieuw moeten uitvinden en allerlei dure oplossingen moeten gaan doen en van scratch af aan zelf bouwen. Ik vind dat je moet werken met bestaande dingen, want je kan bijvoorbeeld voor $20 per maand of zo kan je een software as a service tool gaan kopen. En ik weet dat dat heel
specifieke kennis is. Ik ga het zo meteen uitleggen. Maar dan betaal je $20 per maand om een tool te gebruiken. En heb jij geen zorgen over hoe het ontwikkeld wordt. Want het moet voor jou gewoon werken. Dat moet jouw werk gewoon doen. Dat is dus software as a service. Het is eigenlijk dat er een applicatie wordt gebouwd. En dan worden er licenties ervoor verkocht. Jij kan dus een licentie kopen. En dan kan je een deel van die applicatie kan je voor jouw bedrijf gebruiken. Dan is het een software as a service. Tegenover een software as a service staat dat je zelf je applicatie gaat bouwen. En als je zelf je applicatie gaat bouwen, moet je nagaan, dan heb je de kosten voor development. Ook bedenken van hoe het moet werken. Hoe de user experience eruit moet zien, de journey eruit moet zien. En dan moet je het zelf gaan, en dan moet je het nog gaan laten bouwen, dat kost weer wat. Als je het hebt gebouwd, moet je het ook constant onderhouden, beschermen tegen hackers. Updaten, meegaan met de technologische veranderingen die er zijn, steeds updaten. En dat leidt dus, dat leidt ertoe dat het hebben van een eigen portaal best frustrerend lijkt. Maar dat is tegenwoordig nu zodanig geëvolueerd, je kan nu gewoon echt, het is zodanig veranderd of mee ontwikkeld, dat je nu gewoon ook voor een, ja, je hebt dingen die al vanaf $20 per maand kan kopen en dan heb je helemaal geen kopzorgen meer. Oh, sorry dat ik het zo zeg. Heb je helemaal geen extra zorgen meer om dit te doen. E-mail marketing spreekt voor zich. Ik zag dat we... ik keek even naar... ik doe des haar Facebook presence. En ik zie dat er producten worden aangeboden. En thematisch worden er ook posts gecreëerd. Je zal dat eventueel ook in een e-mail... kunnen versturen. Bijvoorbeeld als klanten bij jou in de winkel komen en ze hebben wat gekocht en je noteert hun e-mailadressen, dan kan jij in principe, wanneer je nieuwe producten hebt of bepaalde acties, kan je ze een mailtje sturen. Voorzichtig met mails, het komt vaak als spam over. Dus doe dat alleen maar aan de mensen die je, stuur alleen maar mails naar de mensen die jou echt toestemming hebben gegeven om dat te doen. Search engine optimization, ja, als iemand in Google intypt haarspray, dan wil je natuurlijk dat jouw bedrijf als eerste daar bovenop komt. Dus dan moet je ervoor zorgen dat je je zoekmachine goed gaat, dat je je website of je social media zodanig hebt ingericht, dat mensen jou op die woorden, dat die woorden waarop mensen zoeken, dat die voorkomen in je post. Zodat wanneer mensen die zoekopdrachten intypen, dat jij dan gevonden wordt. Dat gezegd hebbende, heb je multimedia content? Ja, je moet constant content creëren. Het is makkelijk om een flyer te creëren of fotootjes te maken. Maar daag jezelf voor uit om ook korte video's te maken, korte how-to tutorials. En we praten over haar. Ik ben niet een ideaal voorbeeld van haarverzorging. Ik doe echt heel weinig aan mijn haar. Dus wash and go. Maar ik keek naar de producten en ik weet dat andere mensen wel wat doen. Bijvoorbeeld een spray gebruiken voor wat extra glans. Of haarvoeding gebruiken. En daarover zou je dus korte how-to tutorials moeten maken. Ook kunnen maken en dat ook sturen of posten. Advertising. Er zijn verschillende vormen van advertising. Je kan op social media adverteren. Maar je kan ook op bestaande websites een advertentie plaatsen natuurlijk. Dat allemaal valt nog steeds onder digital marketing. Het leukste vind ik zelf blogs. Want bijvoorbeeld als ik nadenk over, oh, hoe zal ik nu mijn haar knippen? Dan kijk ik meestal online, wat zijn de nieuwe haartrends? En weet je, je kan dan de lengte van mijn haar zien dat ik niet zo vaak denk over mijn haar knippen. Het moet wel, elke 2 maanden... knip ik wel, maar als het gaat om onderhoud of bijvoorbeeld welke kleuren zijn nu in de mode, dan vind ik het leuk om dat ergens online, ik google dat altijd, hè, wat zijn nu de trendkleuren en waar kan ik eigenlijk nog meer, of wat kan ik allemaal nog meer doen om het leuk uit te laten zien, dan ga ik dat online zoeken en dan vind ik het fijn als er een blog is waarin mensen uitleggen hoe je kleur bepaalt, want trendkleuren zijn natuurlijk leuk, maar niet alle kleuren staan iedereen. Dus daar moet je een beetje op letten.
Voordat ik naar de volgende slide ga, ga ik een paar vragen beantwoorden. Ik zie dat 4 mensen hun hand hebben opgestoken, dus ik kom zo meteen naar jullie. Ik zie alvast een remark van Eliza. Dankjewel voor het advies op de vraag. Kunt u enkele suggesties geven hoe je zelf of via een bedrijf je website kan laten opzetten? Ja, zelf een website opzetten is nu heel makkelijk, hè, Eliza. Je kan naar wordpress.org gaan, wordpress.org. En dan kan jij een eigen website maken. In mijn geval zal dat precies zijn anushka.wordpress.org. En dan zet je zelf een website in elkaar. Het is echt super makkelijk. Klik, drag en drop. En WordPress is heel, heel intuïtief gebouwd. Je kan het makkelijk in elkaar zetten. Maar als je wil dat het ook een eigen URL heeft, bijvoorbeeld 21caribbean.com, dan moet je een domeinnaam kopen en een hosting. Over een website kan ik het volgende vertellen. Je domeinnaam is eigenlijk je adres. Dat is waar mensen jou vinden. Bijvoorbeeld 21qcaribbean.com, digitaltalents.academy. Dat is dus het adres. En dat is domeinnaam. Maar je moet ook een perceel hebben waarop je je huis gaat bouwen. Want je woonadres is niet voldoende. Je moet ook een perceel hebben. Dat perceel dat je koopt is je hosting. Deze onderdelen, domeinnaam en hosting, zijn dingen die je jaarlijks betaalt. Je kan voor $8 of $9 kan je online alle goede domeinnaam kopen. GoDaddy is heel populair, maar GoDaddy was een keer gehackt. En ze hebben dat niet eerlijk toegegeven. En voor mij is dat een no-go. Je moet, als je gehackt bent en klantdata staat op straat, dan ben je verplicht om daar eerlijk te communiceren met je mensen. Maar dan nog, je zou kijken naar GoDaddy, want het gebeurt niet zo vaak dat je gehackt wordt. Maar je zou ook op andere portalen kunnen kijken. Kijk, voor een .sr portaal moet je echt naar Telesuur. Of een bedrijf zoals die van ons, die dan zo'n domeinnaam voor je koopt. En die hosting voor je registreert. Je hosting is dus het perceel waarop je je huis gaat bouwen. En je website is je huis. Dus wil je dat het is 21qcaribbean.com, zo'n naam, dan moet je dan een domeinnaam en hosting registreren. Heb je daar geen moeite mee en zeg je, weet je, ik ben pas startend, ik wil gewoon alleen maar weten, ik wil het even proberen en kijken of dit wel is wat bij mij past, dan kan je dat proberen met wordpress.org en dan hosten zij je website voor je. Het is ook kosteloos. En dat kan gewoon goed werken. Ja, werkt e-mail marketing wel goed in Suriname? Ja, Beryl. Ik heb hele goede ervaring met e-mail marketing. Maar niet voor elk type bedrijf en elk type product. En ook niet bij een ieder. Er zijn mensen op dit moment nog steeds, ik kan me niet voorstellen dat het anno 2020 nog gebeurt, maar het gebeurt dat mensen e-mailadressen op hele oneigenlijke manieren verzamelen. Bijvoorbeeld dat iemand een keer een fout heeft gemaakt en alle e-mailadressen in de CC heeft geplaatst in plaats van BCC. Nou, er liggen al die e-mailadressen bij iedereen. En er zijn de mensen die e-mailadressen copy-pasten en dan je beginnen te spammen. En bij zo iemand, zo'n groep werkt e-mailmarketing nooit goed. Wanneer het wel goed werkt, is als de persoon jou expliciet toestemming heeft. Zeg je ja, als je een nieuw product hebt of als je een paar tips hebt, e-mail het voor me. Want dan kan ik het rustig bekijken. Ja, dan werkt het wel. Ik ben zelf geabonneerd op een aantal buitenlandse sites. En ik hou mijn kennisniveau op peil, doordat ik eigenlijk via e-mail op de hoogte word gehouden. Heb je een doelgroep van de grote massa? Dan heb je nog wel de uitdaging dat mensen niet zo vaak hun mails checken. Maar je hebt ook een groep die dat wel doet. Dus het is net weer wie jouw doelgroep is en wat voor producten je aan de man brengt. Nou, dan ga ik even kijken naar de mensen die hun hand hadden opgestoken. Even kijken. Carmen. Carmen Brug, wil je wat zeggen? Of wil je wat intypen, Carmen?
Niet? Nou, ik hoor niets, dus... Joyce Dawson, zou jij wat willen zeggen? Dat kan allemaal in de chat. Angela Melchert, sorry. En Tanya Ursi. Even naar de chat kijken. Volgens mij is haar internetverbinding slecht. Oh ja, wat ik vergeten ben te zeggen is dat ik dit opneem en het ook op YouTube stream. Met het doel dat het straks hierna nog wel beschikbaar is voor jullie. Dus mensen die nu niet erbij kunnen zijn. Of die nu een slechte internetverbinding hebben. Of als je iets terug wil kijken, dan kan je altijd naar mijn YouTube channel gaan en het daar bekijken. Dus daarover zal ik Beryl achteraf nog even de link sturen. Zodat jullie dat ook gewoon online kunnen bekijken. Ik kijk steeds naar die kant, omdat ik daar controle heb op hoe dit allemaal gaat. Dus ik zie dat alles goed loopt. Als jullie vragen hebben, stel het gewoon in de chat of in de Q&A. Ik kijk gewoon constant daarnaar. En dan kunnen we verder. Gaan we naar de volgende slide? We hebben nog een hele hap te gaan, hè? Even kijken. Chat. Oh, is iemand in de chat iets zeggen? Goedenavond. Ik heb het lang voor de helder uitleg. Oh, sorry. Ik lees slecht, hè? Goedenavond. Hartelijk dank voor de heldere uitleg. Wat voor adviezen heb je met betrekking tot foto's plaatsen? Oké. Ik zie dat een beetje... Oké. Als je foto's plaatst, is het belangrijk dat je heel goed let op de compositie van de foto en natuurlijk eerst op de rechten. Heb jij de rechten van de foto's wel? Er zijn een aantal websites waar je gratis, royalty-free, foto's kan gebruiken. En die sites zijn, en dan ga ik het intypen zodat jullie dat goed kunnen verstaan, want het kan dat mijn uitspraak niet zo goed is. Maar het is unsplash.com. Pexels.com. En een hele leuke, dat is niet voor foto's, maar wel voor hoe je een leuke visual in elkaar zet. Dat is Canva.com. Met Canva.com kun je echt zelf je eigen visuals creëren. Wanneer je dus een foto maakt, en bij jullie gaat het om zeg maar haarverzorging en ja, haarmodellen en mode, dan moet er een lifestyle uitblijken. Soms zijn er ook gewoon hele simpele foto's, want dan gaat het om een kleurtje. Ja, dan moet je gewoon het haar laten zien. Zorg ervoor dat je wel toestemming hebt van degene die model is, zodat je later niet wordt verweten van dat je de rechten niet hebt voor die foto. Dat is één. Twee is... wanneer je een foto klikt, let op de compositie. Bijvoorbeeld, wat je nu in beeld ziet bij mij, ik ga het even opschuiven, is, er staat een plant achter mij. Ja, daar. En er is nog wat, en dat allemaal is een beetje vervaagd, zodat de focus op mij ligt. En het is best rustig op de rest van de achtergrond. Ik heb ervoor gekozen om niet gewoon een witte achtergrond, want ik heb hier ook een witte muur, dus dan mag zeg maar de andere kant kunnen zitten en gewoon bij een witte, met een witte muur op de achtergrond kunnen zitten. Maar dat is dan zo saai en zo eentonig, het lijkt dat ik tegen de muur zit en dat spreekt niet zoveel als hoeveel een echte office environment spreekt. Dat trekt veel meer mensen aan. Bij mijn vorige webinars heb ik dus hierover heel veel complimenten gehad. En dat is toen ik ben gaan besluiten dat ik dit gewoon vaker, of dat ik dit tot mijn normale achtergrond ga gebruiken. Dat is de compositie van de foto, hè? Dat er niet te veel elementen erop zijn en dat je dingen ook een beetje sorteert en mooi plaatst. Let op dat je foto's ongeveer dezelfde tone of voice steeds uitstralen. Bijvoorbeeld, je kan voor je merk of voor jouw page uitkiezen dat je alle foto's die je post, dat je ze allemaal met een soort lichtblauwe tint, dat is een warme tint, post. En dan kan je dus een overlay plaatsen over je foto's. Dat leer je in een heel andere training, hoor. Maar je zou dus een overlay kunnen plaatsen met
blauw, dat is lekker warm. Een warme kleur. Geel is juist koud. Of een beetje groen. Een beetje lichtgroene kleur. Dat kan je dan gebruiken. En als je een foto post, zorg ervoor dat je dat met een bijpassende tekst post. Vooral op Facebook hebben we de neiging om, als we een post ergens zien, om het te sharen. En dan zeggen we zelf niet zo over, we sharen het gewoon precies zo. Dat moet je vermijden. Je moet proberen om steeds zelf toch wel iets te zetten. Hou je captions, dat is dus de tekst, kort, 3 regels, niet te veel. Toch ga je zien dat heel veel bedrijven veel meer plaatsen, ik ook. Omdat we zoveel willen vertellen, maar de posts die het best doen, zijn de posts die echt gewoon heel weinig tekst hebben. Maar genoeg, 3 regels tekst. En op Facebook moet je zo min mogelijk hashtags gebruiken. Hashtags zijn, ja, nummerteken en nog wat daarachter. Bijvoorbeeld hashtag online marketing. Dan dus heb je een nummerteken en dan online marketing. Toch ga je zien dat veel mensen dat wel gebruiken, maar die posts slaan niet zo goed aan. Want het algoritme van Facebook laat die posts ook niet zoveel zien. Algoritme van Facebook is, lijkt een beetje een technisch term. Dat wil zeggen, dat is gewoon hoe Facebook in elkaar zit. Wanneer je een post plaatst op Facebook, dan ziet 7% van jouw mensen, van de mensen die jouw page hebben geliked, zien jouw post. Wil je dat meer mensen deze post gaan zien, dan zou je je post moeten boosten. En het boosten kan je doen door gewoon op het boostknopje te klikken. Je moet wel een creditcard gekoppeld hebben. Of je kan gestructureerd adverteren via de Ads Manager. De Ads Manager, en ik typ dat in de chat in. Ads Manager. De Ads Manager van Facebook is best uitgebreider. En het geeft jou de mogelijkheid om vanuit Facebook ook naar Instagram te adverteren. Je kan ook gewoon op je Instagram inloggen en van daaruit promoten. Je hebt daarvoor een creditcard nodig en geld op je creditcard. En ja, dan kan je eigenlijk gewoon boosten en adverteren. Een Ads Manager, in tegenstelling tot gewoon de boostknop, biedt jou mogelijkheden om meer, zeg maar, segmentaties van doelgroepen te creëren. Je zou bijvoorbeeld kunnen, een visual die je hebt gepost, kan je bijvoorbeeld boosten op vrouwen tussen een leeftijd van 18 tot 35 jaar wonende in Paramaribo. En tot daar gaat dat in Suriname. In het buitenland, in landen met een grotere populatie, met meer mensen op Facebook of op Instagram, kan je verder gaan met je interesses. Want dat kan je ook nog zeggen. En die een keer of die interesse hebben getoond in, of die een HBO-opleiding hebben, bij wijze van spreken. Doe je dat bij de Surinaamse doelgroep, dan zie je al snel dat je audience size te klein is. Dat zegt Facebook, er zijn te weinig mensen die hebben aangegeven dat ze een HBO-opleiding doen of hebben afgerond. En dan vragen ze je om nog meer, om minder criteria's aan te geven. Dat is wat ik kan zeggen over het plaatsen van een foto. Als je wat meer vragen daarover hebt, stel dat gewoon even in de chat, want dan weet ik dat ik daarop moet reageren. Aan de hand van de vragen zie ik dat jullie wat meer praktische dingen willen. Dus ik ga sneller door het niet praktische. En als het goed is, zien jullie mijn scherm weer. Ja, dat klopt. Dan gaan we nu naar de volgende slide. Mm-hmm. Nou, alles wat je doet op het gebied van internetmarketing is gebaseerd op wat jouw doelstellingen zijn. Vanuit je doelstellingen bepaal je een strategie. En dan bepaal je ook weer hoe je je verschillende, zeg maar, experiences gaat inrichten. En wat je gaat doen voor... Dit is echt als je, weet je, next level en voor grotere bedrijven social media gaan doen. Dan wil je toch wel met een model werken. Dit is het model dat wij hanteren. Ik heb het initieel uit een boek gehaald dat ik las. En ik ben nu de titel kwijt, omdat ik best veel titels lees.
In 2014 of zo las ik een boek wat pas was uitgekomen over social media. Nee, over marketing in zijn algemeenheid. Daar heb ik hem uitgehaald, maar daar ben ik het gaan aanpassen aan de hand van wat mijn ervaringen zijn geweest met het werken bij, met onder andere de SLM, de Surinaamse brouwerij, verzekeringsmaatschappijen, maar ook Remia in Nederland, zonnepanelen in Nederland. Dat soort bedrijven, als je werkt voor deze zeg maar bedrijven, krijg je meer inzichten. En dan heb ik het model een beetje aangepast daarop. Dit is het plaatje waarover ik eerder sprak. Ik zei dat ik jullie zou vertellen wanneer je welke van de onderdelen gebruikt. Hè? Op dit plaatje ziet u aan de rechterzijde, uiterst rechts op uw scherm, ziet u dus het pad van de persoon. En dan ziet u tofu, niet tahu, maar de top of the funnel en de middle of the funnel en de bottom of the funnel. Dus het is een marketing funnel die eigenlijk aangeeft welke van de onderdelen je wanneer inzet. En je ziet uiterst links wat het doel zou moeten zijn. Wanneer je een startende ondernemer bent en mensen kennen je nog niet, mensen kennen je producten nog niet, of mensen weten nog niet eens dat er een bepaald product is die ze kan helpen van, laten ze haaruitval. En ik weet niet dat er een heel goed product is tegen haaruitval. En ik probeer maar gewoon met aloe. En het helpt me niet. Ja, dan gaan jullie die zo'n product hebben, moeten mij dan bewust maken hierover dat er zoiets bestaat. Dus dan is jullie eerste doelstelling awareness creëren. Awareness bij potentiële kopers. En wanneer ik het nog niet, zeg maar, nog niet ken en ik zie een online advertentie of een social media post hierover, dan zie ik het voor het eerst, dan ben ik een viewer, toch? Iemand die passief gezien. Daarmate ik meer posts zie, meer social media posts zie en mijn awareness toeneemt, omdat jullie een post hebben gecreëerd waarin jullie laten zien hoe je iemand met haar uitval hebt geholpen. Dus dat iemand echt een testimonial geeft en zegt, ja, ik had haar uitval. En toen heb ik product A gebruikt van bedrijf B. En daarmee is haar uitval gestopt. Dan ga ik een fan beginnen te worden. Ik zeg, hey, dit wil ik eigenlijk ook weten. En ik ga doorklikken op die social media apps die ik zie. Of die visual, de post, de foto of de video die ik heb gezien. En dan ga ik erop klikken om door te gaan naar verder. En als je dan een website hebt, zie je bij engagement, dat is het like, of ik comment erop, of ik share, of ik bekijk meer foto's op je page, dan ben ik eigenlijk al bezig met een stukje engagement met jouw product, omdat het mij heeft aangesproken. Nou, door middel van doordat ik erop klik en ik kan bijvoorbeeld direct komen op een plek waar ik bijvoorbeeld nog meer kan lezen over het product. Want ik ga maar een research doen. De hedendaagse klant doet ook gewoon research. We kijken ook echt naar wat er nog meer is. Wat wordt er nog meer gezegd. Ze sharen het en vragen van wie heeft hier ervaring mee. Of ze taggen een vriendin en zeggen, kom kijken. Zal dit goed zijn? Of wat denk je hiervan? Snap je? Nou, dan word ik een soort content reader, een website visitor. Als jij een website hebt en je brengt me naar je website, dan ben ik een website visitor. Is het gewoon je Facebook page? Ja, dan ben ik je Facebook visitor. En omdat ik dan zoveel interesse toon, word ik een lead. Dat wil zeggen iemand die een prospect kan worden. Een lead is iemand die interesse heeft in jouw product, maar nog niet is bij kopen. Dan ga jij iets moeten doen zodat je me overhaalt om te kopen. Een van de manieren waarop je ziet dat bedrijven dit doen, is dat je bijvoorbeeld net op Amazon naar iets hebt gekeken. Je verlaat Amazon en je bent gewoon bezig op je Facebook of je bent bezig met iets anders. Je Facebook of je, hoe dat, op je mobile app, je leest het nieuws of zo. En dan zie je gewoon advertenties van datgene wat je had bekeken, zie je dan terugkomen. Dat heet retargeting.
En Amazon doet dat heel goed hoor, maar ook Facebook dan dat. Meer bedrijven doen dit. En dan plotseling zie je alleen maar reclame. Je gaat gewoon een YouTube-film bekijken en je ziet dat ze jou weer een advertentie sturen. Dat is dus dat retargeting-stukje. En wanneer je mij als lead zo gaat retargeten, dan word ik een... Ja, dus denk ik van, hey, volgens mij is het wel goed, want overal zie ik de reclame af. Ik had nog niet gedacht om te kopen, maar nu ga ik wel kopen, want ik blijf het zien. Dus je speelt in op mijn onderbewustzijn van dat ik overal waar ik kom zie ik het product. En dus ik ga er steeds meer voor openstaan. Als het een goed product is. Hè. Als het bij mijn research die ik daarvoor had gedaan positief heeft gestemd, ja, dan gaat het heel goed lopen. En dan word ik hoogstwaarschijnlijk een klant van jou. Ga ik uiteindelijk wel kopen. En wanneer ik eenmaal heb gekocht, dan begint jullie werk om mijn loyaliteit te kopen. De manier waarop jij service verleent of waarop jij laat zien dat je echt expert bent en weet waarover je praat. Of echt weet hoe dat product mij kan helpen. En dat je ook gewoon begrijpt met wat voor problemen ik zit omdat ik haaruitval heb. Dan gaat dat voor mij een relatie met jou bewerkstelligen waarbij ik zelf loyaal ben naar het merk. Dus ik heb 1 keer gekocht en de volgende keer dat ik moet kopen, koop ik weer bij jou. Dat kan je dus doen door loyalty offers. Bijvoorbeeld de eerste keer dat ik heb gekocht, krijg ik misschien een sample voor een tweede product. Of ik krijg een, punten. Ik krijg punten. Ik kan punten sparen om weer bij jullie te kopen. Dan ga ik blijven kopen. Ik heb dat trouwens met mijn visagiste. Voor elke behandeling die ik bij haar doe, krijg ik een paar punten. En een paar weken voordat we ooit met COVID in aanmerking kwamen, zei ze, hey Anushka, je hebt al zoveel punten gespaard dat ik nu gratis je haar een keer voor je kan doen. En ik was like, wauw. Maar ze heeft ze mijn haar voor me gedaan. Dat is leuk. En toen kon ik een keer gewoon naar de salon zonder dat ik ervoor hoefde te betalen. En ik had niet eens door dat ik al zoveel gezichtsbehandelingen en pedicure en manicures had gedaan. Dat ik nu dus weer bij haar kan zijn. En dan word ik eigenlijk een brand advocate. Want wat doe ik nu? Nu in deze sessie waar zoveel mensen naar kijken, praat ik over mijn visagiste die het heel goed heeft gedaan. Dus ik begin een brand advocate te worden. Dat is dat heel proces waardoorheen jij jouw klant moet meenemen, zodat ze jouw brand advocate worden, want dan gaan zij jou helpen met je next sales. Ja? Ik had het net over dat model en ik had in het midden doelstellingen staan. Dit zijn ongeveer wat jouw doelstellingen kunnen zijn als je online bezig bent. En nogmaals, in het begin, in je marketing funnel, wanneer je nog op je awareness moet zitten, dan ga je dat meten aan de hand van hoeveel followers krijg je, hoeveel page likes heb je, hoeveel shares krijg je. Zijn er mensen die met je connecten? Om die engagement te meten, dat is om je klanten dus tot advocates te maken, om ze zeg maar meer van jou product en merk en bedrijf te laten weten, dan meet je dat aan de hand van de comments, de likes, de mentions die je krijgt. Bijvoorbeeld, laatst was er een post waar iemand zei, ja, ik ben op zoek naar een communicatie-expert. Wie kan een communicatie-expert aanbevelen? En iemand noemde toen mijn naam. En ik was like, oké, ik heb dat geliked, maar dat is dus een ad mention. Dat is dan eigenlijk de engagement, maar dat is hoe je ook eigenlijk meer leads en meer sales kan krijgen. Conversies zijn belangrijk natuurlijk, omdat je dit uiteindelijk doet zodat je meer gaat verkopen. Zodat je meer omzet kan genereren, want als je niet meer verkoopt, niet geen omzet genereert. Hey, waarom zou je nog je business draaien? Dan kan je even goed gewoon iets anders doen of niets doen. Dus dit zijn allemaal doelstellingen die je kan gebruiken online. Het is in het Engels, maar ik denk dat dat niet zo'n probleem is. Er is een heel proces ingericht waar je dus eigenlijk hoe je ervoor zorgt dat je online je doelstellingen haalt. En het begint natuurlijk met de doelstellingen. Jij moet voor jezelf als doel stellen, ik wil deze maand
dat tenminste 3 personen mij gaan bellen of mij een WhatsApp berichtje gaan sturen over product A. Als dat nou jouw doelstelling is, laten we zeggen dat onze doelstelling voor de maand is dat minimaal 3 personen gaan bellen voor informatie over product A. Mijn product A. Laten we zeggen dat het haar uitvalproduct is. Dan gaan we onze content voor de maand. En wat is content? Content is, zijn al je foto's, video's, teksten enzovoorts die je creëert, die je maakt of zoekt en post. Ga je dus eigenlijk je content creatie voor de maand zodanig doen dat het gaat leiden naar die 3 calls die je moet krijgen. Let op, het is verleidelijk om dan een hard sell post te gaan doen van koop nu dit, koop nu dat. Maar dan gaan mensen ook moe worden. Als je al je posts daarover gaan, gaan mensen moe worden. Dus je moet een bepaalde variatie hebben in je posts. Vandaar dat je dus praat over content voor de hele maand. En dan ga je het gevarieerd doen. Het beste wat je hiervoor kan doen, is je neemt de kalender voor je. Je hebt van die kalenders waar je vakjes in hebt. Dan kun je schrijven. Je kan ook een Excel sheet nemen. Maak het niet te moeilijk. Begin gewoon met heel simpele dingen. Want als je nu ook nog moet gaan leren hoe je met Excel werkt, terwijl je eigenlijk gewoon wil focussen op je core van je business, dan maak je het alleen maar moeilijker voor jezelf. Het is niet nodig. Gewoon met pen en papier kan je het ook doen. Ik ben heel tech-savvy. Ik kan heel goed met computers werken. Ik werk nu op dit moment met 4 computers hier. Toch ben ik iemand die graag terug gaat naar pen en papier. Dus weet je, het is nothing. Als je het met pen en papier goed werkt, doe daarmee. Als je het in Excel wil doen, doe daarin. Wil je met een Trello werken of Slack of whatever. Doe maar wat voor jou werkt. Dan maak je zo'n schema. Dan zet je de maand juni voor je uit. En dan zeg je voor jezelf, nou, als je beginnend bent, heb je nog geen statistieken. Maar als je al vaker hebt gepost op je Facebook, je Instagram, je Snapchat. Allemaal kan je dan zien, wanneer zijn jouw mensen het meest actief? First regel, de meeste Surinaamse pages hebben rond lunchtijd, tussen dus 12 en 2 uur, is een goede tijd om een post te plaatsen als bedrijf. Ja, tussen 12 en 2 uur. Het is niet voor alle pages zo, maar gemiddeld is dat de beste tijdstip. Dus je zou kunnen plannen, ik ga 3 posts in de week doen. Of 2 posts in de week. It's up to you, hoeveel jij kan doen. Dan zeg je, ik ga dat op maandag, woensdag en vrijdag ga ik een post doen. Elke week doe ik dat. Dat wil zeggen dat je 12 posts moet maken voor de maand. Dan vink je alvast aan die 12 dagen waarop je je post gaat creëren. Dan maak je een onderverdeling in. Ik ga 3 posts... ik ga in en uit de meeting vanwege slechte internetverbinding. Ik heb een vraag. Hoe effectief is posting a story to your page? De vraag is, hoe effectief is posting a story to your page, Facebook en of Instagram, in your opinion? Ja, dat is heel handig. Het is heel goed, omdat je een post die je hebt geplaatst op je timeline, je kan hem sharen naar je story. En dan zien mensen, er zijn mensen die gewoon echt alleen naar stories kijken. Je kan ook stories promoten, hè, boosten via je Facebook. En daardoor meer mensen bereiken. En wanneer het iets is wat ze aanspreekt, gaan ze dus erop klikken en dan komen ze dan naar je kanaal. Want, zoals ik het in het begin zei, het algoritme van Facebook werkt zodanig dat je maar 7% van je mensen bereikt. Voor de rest moet je adverteren. Wanneer je het post naar je story, dan vergroot je die 7% naar nog meer procenten. Het is niet bekend naar hoeveel procent, maar je vergroot het meer. Als je ook interactie krijgt op je story, dan gaat je story nog sneller groeien. Dus, en een belangrijke first regel is, vanaf het moment dat je hebt gepost, is het eerste half uur heel cruciaal voor jouw post. Als je in je eerste half uur ervoor kan zorgen dat je genoeg interactie krijgt, dan gaat je post goed groeien. Dus nadat je je post hebt gepost, gewoon op je timeline, share het dan ook in je story. En nodig je vrienden uit
Toch? Je moet natuurlijk een groep van brand advocates hebben. En jullie hebben elkaar. Hè? Reageer op elkaars posts. En op Instagram korte dingen als in thank you enzovoorts werken niet. Het moet echt een phrase zijn, een langere zin zijn. Die je dan moet plaatsen als comment. Zodat je meer engagement krijgt. Wat je kan doen op Instagram is je post je visual. En dan zet je in de comments de hashtags. Je mag tot 30 hashtags plaatsen. Plaats die hashtags waarvan je weet dat veel mensen die zullen bekijken. Mensen kijken graag naar de hashtag voor COVID op dit moment, omdat ze updates willen hebben. Maar plaats niet in al je post COVID hashtag, omdat het uiteindelijk komt er ook fatigue. Mensen worden ook moe ervan en dan gaan ze unfollowen. Dus check hoe je dat doet. Ik doe dat zelf ook wel, dat ik naar mijn stories post. En ik doe dat ook voor onze klanten. En ik maak ook speciaal alleen stories voor de stories. Dus ik post niet alleen maar gewoon op mijn timeline een post. Ik maak ook gewoon stories, speciale stories voor de stories alleen. Die komen helemaal niet op de timeline, want na 24 uur gaat het weg. En stel bijvoorbeeld, je bent in een salon en je geeft iemand een blow-out. Wordt goed gezegd, toch? Blow-out, ja. En dan zou je daarvan een stukje kunnen filmen of een boomerang maken en dat in de story plaatsen. Het is zo addictief. En dan doe je gewoon de hashtag met hairstyle of lifestyle of fashion of curls. Of something like that. En dan zie je hoeveel meer interactie je krijgt. Ik was bij het stukje van een contentkalender maken. En ik zei, doe het gewoon even op papier als het moeilijk wordt. En ik had al gezegd 12 posts voor de maand. Want 3 keer in de week gaan we posten. En het liefst tussen 12 en 2 in de middag. Het mag ook op andere tijdstip hoor. Maar dit is wanneer jouw doelgroep het meest actief is. Naarmate je dit een paar weken hebt gedaan, kan je ook naar je Facebook Insights gaan. Dan zie je dat gewoon bovenaan je page. Zie je Insights, je klikt daarop of Analytics. En dan kan je zelf kijken naar when is your audience most active. Dan zie je van wanneer je de meeste interactie krijgt, om hoe laat. En dan weet je ook hoe je in het vervolg moet posten. Wel nu weten we dat we 12 posts in deze maand gaan moeten plaatsen. Maar dan gaan we nu denken over wat gaan we posten. 4 dingen die heel goed werken als post. 1. Tips. Alle tips die je iemand kan geven. Mensen zijn zo blij als ze een tip krijgen. Dus als je post maakt, zorg ervoor dat je minimaal 1 post in de maand hebt die gaat over tips. Gerelateerd aan jouw dienst die je aanbiedt. Bijvoorbeeld tips om je krullen altijd goed te houden. Ik heb vandaag droog shampoo gebruikt, omdat ik geen zin had om mijn haar te wassen. Sorry, don't judge me. Heb ik droog shampoo gebruikt. Maar dat is een tip die ik ooit gelezen heb op een blog. En ik was like, oh my god, what a lifesaver. Anders moet ik 2 keer in de week mijn haar wassen. En dat is zo lastig. En dan komt iemand me vertellen, hey, er is droog shampoo. Je kan gewoon sprayen en dan zit je haar nog wel een beetje redelijk goed. En dan kan je, weet je. Dus tips werken heel goed. Een ander ding wat ook heel goed werkt in content is quizjes. Als je mensen vraagt van, weet je, een quiz van, je laat 3 dingen zien en ze zeggen, wat ontbreekt hierin? Of 4 dingen en welke hoort er niet bij? En dan kunnen het gewoon makkelijk dingen zijn. Bijvoorbeeld voor een haarkleur. Je zou kunnen zeggen, oké, we gaan deze 3 kleurtjes mixen. Wat denk jij dat de outcome zal zijn? En dan laat je 3 fotootjes zien die je op het internet hebt gevonden, waarvan je hebt gecheckt dat die rechtenvrij zijn. Zet je 3 foto's en dan zeg je van oké, als ik deze 3 kleuren ga mengen, welke van de 3 denk jij dat de uitkomst zal zijn? En dan gaan mensen raden. En dan kan jij de volgende dag of zo kan je zeggen, oké, dit is wat het resultaat is geweest. Die werken heel goed. Humor post, dat is het derde, dat werkt ook heel goed als je echt leuke dingetjes. En humor wil niet alleen maar zeggen dat mensen dat het comedy moet zijn. Hè? Er is een verschil tussen humor en komisch zijn. Het hoeft niet per se comedy te zijn. Het kan gewoon
iets leuks zijn. Bijvoorbeeld ja, iets in haar termen. Oh ja, wanneer je je haar moet wassen of je haar gaat wassen, dan moet je het in een aantal delen opsplitsen. En een leuke is wanneer je het in twee toetjes zo bindt en dan zeg je van, nou, dit is mijn Mickey Mouse gezicht. Is leuk als je klant meedoet, natuurlijk, maar als dat niet, niet echt, als de klant niet wil meedoen, dan ga jij dat gewoon een beetje erbij moeten brengen. En behind the scenes. De behind the scenes vindt men ook zo leuk. Die slaan zo goed aan, omdat men denkt van, hey, ik mag in de keuken meekijken. En dat zeg ik niet dat je die persoon moet meenemen naar je magazijn of naar achter, maar dat je ook kan laten zeggen van, nou, als ik een nieuwe zeg maar look wil uitproberen, dan let ik op A, B, C of iets dergelijks. Snap je? Dus dat soort dingen, als je mensen een beetje daarover leert, dan slaat dat goed aan. Nou, dan ga je deze type pose verdelen over de hele maand. En dan ga je daartussenin ga je inschuiven die hardcell pose. Want je wilde 3 calls hebben. Dat was de doelstelling. 3 calls voor eind van de maand, toch? En dus in deze maand moet je minimaal 3 calls gehad hebben. Of 3 WhatsApp berichten gehad hebben. Over product A. Dan plaats je dus je content zodanig. En ik vind het het leukst om met post-its te werken. Want dan kan je zeggen, zet ik het op deze dag? Zet ik het op die dag? Ja, ik hou van een beetje met mijn handen bezig te zijn, hoor. En dan zet je die hardcell post. En die hardcell post gaat gewoon over, voor haar uitval hebben we product A. Hij werkt probaat en we hebben al met zoveel mensen goede ervaringen. Koop het nu, bestel nu. Om te bestellen, stuur een WhatsApp berichtje naar hier. Want de target was WhatsApp berichtjes binnenhalen. Dus je moet mensen ook stimuleren om WhatsApp berichtjes te sturen. Als het bellen was, zou je ook kunnen zeggen, bel nu vandaag nog om te bestellen en bij de volgende bestelling krijg je 10% gratis. Of krijg je 10% korting, sorry. Dan zie ik wat... Beryl, helemaal waar van de tips. Ja, dat heb je ook gemerkt, hè, Beryl. Gabrielle zegt, ja, no judgment here. Ach, mijn hair is soms echt een deel waar ik bezig ben. Humor, ja, Gabrielle. Humor werkt inderdaad goed, hè. Nou, dan heb je je content gemaakt. Dan heb je je content bedacht voor de maand. Als je zo'n kalender hebt gemaakt. Dan moet je het nu beginnen te creëren. Je moet die teksten beginnen uit te typen. Nadenken welke visuals ga je bekijken. Ik heb wat 2 linkjes gestuurd voor gratis foto's. Waar je gewoon foto's van kan downloaden. Maar hey, elke persoon die in je salon komt, maak een fotootje. Check hoe je daarmee verder kan gaan. Maak boomerangs. Jullie weten wat een boomerang is, hè? Ja, jullie weten het wel. Dan komen we bij het stukje wat je op je scherm ziet. Je gaat dan je post inplannen. Het leukste is als je alles gewoon kan automatiseren. En dan kan je dat erin plaatsen. En dan worden je posts geplaatst. Wanneer je post live is, denk erom dat het eerste half uurtje is belangrijk. Tag misschien jouw vrienden of als de klant erin is. Hoe effectief is het taggen van de klanten waar je een foto van maakt? Als je hun toestemming hebt, Beryl, dan mag je ze absoluut taggen. En geloof me, als hun haar heel leuk zit, gaan ze nog met nog veel meer trots sharen. En dat zijn dan jouw brand advocates. Dus als je dat soort afspraken kan maken met je klanten, of als je zo'n relatie hebt met je klanten, waarbij ze jouw toestemming geven dat je hun foto mag maken, je mag het sharen, je mag ze taggen, is dat gewoon om u tegen te zeggen. Want dan heb je eigenlijk meteen in die marketing funnel ben je gegaan naar die brand advocate. Hè? En zij gaat, doordat mensen zien van, hey, zij heeft bij Beryl haar laten doen en het is zo leuk gekomen, gaan die ook naar jou komen. Snap je? Dus dat is ook hoe je je brand bouwt. Belangrijk is dat je alles meet. Dat zie je dus ook op het scherm. Meten is weten. Kijk naar je rapportages, maar dan kan je bijstellen. Ja, bijstellen is heel belangrijk, want nogmaals, we doen dit om effectief te zijn. Hè? Nou, dat is hoe het proces er een beetje uitziet. Hier zijn nog wat day-to-day activities genoemd, die ik al eerder heb genoemd. Content creatie, dus het maken
Let op trends. Het is heel goed voor jou als content creator, maar vooral als professional in jouw branche, dat je let op wat gebeurt er allemaal in jouw branche. Ik volg op Instagram, volg ik Mounir. Dat schrijf je Mounir. Ik weet eigenlijk niet van waar hij is. Misschien van de USA of de UK. Maar hij doet heel veel met transformaties in haarkleur. Ja, ik denk dat jullie nu al weten dat ik geobsedeerd ben met nieuwe haarkleuren enzovoort. Niet dat ik zelf altijd een andere haarkleur heb, hoor. Maar ik vind het heel mooi. En het is bijna addiction geworden om te kijken naar hoe hij steeds weer transformaties doet. En tot 3 jaar terug of 2 jaar terug was het echt om een balayage te maken. En sinds vorig jaar is er een hele trend om het onderste gedeelte helemaal blond te maken zelfs. Zeg het om, dus dat je een beetje blond of dat je met purple shampoo wat doet. Volg die trends. Op dit moment is er een hele hype met amandel shampoo en amandelproducten. Maar hey, er is ook een hele hype rondom, en ik zeg hype, ik bedoel hype, maar ook trend, want ik zeg dat je moet trendwatchen, rondom natural products. En als jullie natural products hebben, dat je dat ook extra kan pushen en promoten. Daarvoor is het belangrijk om naar de trends te kijken in jouw eigen branche. Dan kan je daarnaar kijken. Doe ook een social listening, want je kan, doordat er geklaagd wordt op Facebook. Facebook is een enorme uitlaatklep voor mensen. Hun frustraties, hun angsten en alles wat ze maar willen doen. Maar luister ook ernaar, want in between the lines kan je toch wel weten wat we hebben. Een natural en amandel packed in. Oh wow. Oh wow. Dat is een hele goeie. Het is een hele hype eromheen. Hè? Dus jullie zouden daarover meer kunnen posten. Als je echt natural en amandel producten hebt. En dan helemaal dat het een combinatie is. Ja, in die social listening, je kan aan de hand van klachten van mensen, wat niet over jou gaat, maar wel misschien in lijn is met wat jij allemaal doet, kan je nog een heleboel trends halen. En ik weet nog dat ik een van mijn vrienden, die is arts, en ze zegt, ja, ze is zo druk. Ze schreef, oh ja, ik had zo'n post geplaatst waar je mijn lang haar zag. En toen schreef zij daaronder van, ja, Anushka, ik weet echt niet hoe je dit doet. Hè. Ik heb zo'n druk leven, ik kan echt geen lang haar nog onderhouden. En dat is iets, als jullie dat horen, dan kan jij content maken rondom hoe onderhoud ik lang haar. Of iemand die een show-off doet met haar curls enzovoort, zou jij daaromtrend foto's maken. Maar meestal gaan dat soort posts naar viraal. Die social listening is dus heel belangrijk. We komen dan bij de laatste slide. Er zijn een paar gouden regels voor social media. En die ga ik kort beantwoorden of behandelen, omdat ik het eigenlijk wel erover heb gehad. Een paar van ze. Communiceer met je mensen en niet naar. Het is geen one-way street. Nodig mensen uit om ook met jou te praten. Meten, dat heb ik het al over gehad. Originate. Probeer zelf te creëren. Ja, foto's van het internet zijn leuk, zeg goed. Maar ook je eigen foto's maken zijn natuurlijk goed. Solve. Denk niet alleen maar aan, ik moet mijn product pushen. Maar check, wat zijn de problemen bij je klant? En praat vanuit die klant. Bijvoorbeeld, die arts die het nou zo druk heeft. En dan moet ze nog haar onderhouden enzovoort. Je zou daaromtrend zou je kunnen zeggen wat jullie als oplossing hebben. Bijvoorbeeld, ik weet dat ik, soms heb ik het zo druk en heb ik misschien maar een paar minuten om mijn haar te wassen. Dan zet ik gewoon mijn shampoo en mijn conditioner in 1 keer op het haar. Ik weet niet of het nog wel helpt of goed, maar voor mij, ik denk dat het goed is. Nogmaals, don't judge me. Soms heb ik echt geen tijd om iets te doen voor mijn haar of zo. Dan zet ik gewoon shampoo en conditioner in één en dan, weet je, doe ik het op mijn haar en dan denk ik, ja, het zal wel goed zitten. Dus ze zeggen, je moet en shampoo en conditioner gebruiken. Dan heb ik het gewoon gedaan. Maar jullie zouden dus daarover een post kunnen maken. Van, hey, als je daarover communiceert enzovoort. Ga ook live. Probeer live sessies te houden waarin je elkaar endorse. Of over elkaars producten en zeg maar diensten praat.
share veel, natuurlijk, met elkaar, van elkaar, over elkaar. Creëer, onderhoud relaties, nurture, onderhoud relaties met je mensen. En sta open, want er zijn heel wat mensen die dan een product op het internet posten en dan niet de prijs willen zeggen. Ja, voor een prijs moet je een PM sturen. Dat is niet meer van deze tijd. En dan helemaal niet een post-COVID tijd. Open, ja, dat zei ik al, en reciprocate. Als iemand tegen je zegt, hey, wat leuk, geef niet gewoon een like, maar ga ook echt erop in. Hè? Leuk dat je het leuk vindt. Ja, leek zo gek, maar ik bedoel, probeer daarop ook wel in te spelen. Ik zie twee opmerkingen. Gabriella zegt, na het boosten van een post komen er tal van reacties. Ja, dat klopt. Als je boost en je kiest voor engagement, dus je kan bij het boosten, kan je vooral als je met de ads manager werkt, kan je kiezen, is dat, wil je reach hebben, dus bereik, wil je veel mensen bereiken, dat mensen het zien, of wil je hebben dat de mensen die het bereikt, dat die ook echt een interactie aangaan, dan moet je engagement kiezen. Dus je hebt reach en je hebt engagement. En wanneer je voor engagement gaat, krijg je nog meer reacties. Bij engagement kan je ervoor kiezen dat mensen ook nog een private message naar je sturen, een PM naar je sturen. En je kan ook ervoor zorgen dat je, even kijken hoor, welke opties heb je nog meer? Oh, je kan lead ads doen om mensen hun telefoonnummers te verzamelen of iets dergelijks. Daar heb je speciale advertenties voor. Wat is beter, sharen of reposten? Nou, op Facebook ben je aan het sharen en op Instagram doe je repost. Dat is wanneer je content van iemand anders post. Als jou. Voor het reposten heb je speciale applicaties. Welke gebruik ik nu? Ik denk dat ik Regram nu gebruik. Ja, ik ben sinds kort, mijn iPhone was gestolen, dus allemaal applicaties van mijn iPhone heb ik niet. Ik ben nu even op Android, totdat ik weer mijn nieuwe telefoon koop. Dus ik heb even een tijdelijke phone en daarop gebruik ik Repost. Sorry, geen Regram, Repost. Ik had Regram, nu ik Repost. En dan kan ik eronder ook zetten van welke kanaal, van wie uit ik het repost. Wat ik niet doe is een post, zeg maar, een visual van een ander nemen en dan met mijn eigen tekst posten. Ook al ga ik ze taggen erin. Ik doe dat zelf niet. Veel mensen doen dat. Maar ik vind dat niet zo passend. Ik denk, ik ga stoppen met sharen, want ik ben door mijn slides heen. Ik wil graag naar de vragen gaan voor jullie. Social reading in bijvoorbeeld groups geven ook goede inzichten om oplossingen te bedenken en content te creëren. Ja, Elisa, dat klopt helemaal. In groups kan je dat zien. Er is een groep die gaat over osteodressies, dus natuurlijke geneesmiddelen. En daarin zie je ook vaak dat mensen vragen van, wat kan ik doen tegen bijvoorbeeld haarroos of iets dergelijks. En dan kan het dat jullie daar een product voor hebben. En dan zou je dat eventueel kunnen aanbieden. En daar ook voor content kunnen creëren. Ja, dus ik ben het met je eens. Dat is een hele goede tip van Elisa. En Gabrielle zegt, na een post geboost te hebben, komen er tal van reacties binnen. Het is soms de uitdaging om op dezelfde berichten hetzelfde antwoord op te geven. Is er een optie om dat te automatiseren via Facebook? Dat is alleen maar voor de private messages is daar een optie voor. Daar heb je saved replies. Je gaat dus naar je Facebook messages. En dan kan jij vooraf getypte antwoorden opslaan. Daarvoor ga je gewoon naar, als je op een desktop je messenger opent, je Facebook messenger opent van je page, niet van je privé, van je page. Dan zie je onderaan de optie saved replies of insert a saved reply. Dan klik je daarop, dan klik je op create en dan typ je een nieuw berichtje in. En dan kan je het ook personalizen. Want je kan doen het beste en dan doe je een merge tag. Dat staat in Facebook, dat is niet zo moeilijk. Je kan het zien en dan doe je een merge tag dat daar de persoon zijn first name komt. Soms raar als je die gebruikt, want er zijn bepaalde mensen die gewoon
prinses Tutti heten. En dan zet jij first name of zo en dan staat daar beste Tutti. En dan denk je, oh, het zal niet iemands naam zijn. Maar goed, dat is hoe ze op Facebook heet trouwens. Dus dan kan je dat personalizen. Wat is dat in het Nederlands? Ja, personalizen. We gaan even doen alsof dat het Nederlands woordje is. Ja, dat kan maar niet op. En dan schrijf je uit wat je wilt schrijven. En dan kan je daarna ook nog groeten. Dus het is heel leuk als je een leuke groet aan het einde hebt. Bijvoorbeeld lieve groetjes van. En of weet je, something like that. Nu met COVID kan je ook nog zeggen stay safe. Of keep safe of iets dergelijks. En dan kan je dat plaatsen. Dus iedere keer dat iemand dezelfde soort van vraag stelt in een private message, kan je dan die safe reply inserten. Op je wall zelf is daar geen oplossing voor. Hoe ik dat zelf doe, is ik heb een flowchart. En dat is, ik heb het in een Excel sheet. Ik gebruik heel veel de G Suite van Google. Dat is net als een Microsoft Office, heeft Google ook haar eigen office en het is online. En of ik nou op het werk ben of thuis ben of waar ik dan maar ben, kan ik bij die sheet komen. En dan kan ik voor dezelfde soort van vragen, heb ik dan de antwoorden al ingediept. Dus dat doe ik gewoon copy, paste, copy, paste. Je kan dat ook op je mobiel doen natuurlijk. Op je mobiel heb je een Notes app. En je kan in je Notes app kan je alle voorgedefinieerde antwoorden plaatsen. En dan kan je die, wanneer je een soortgelijke vraag op je timeline ziet, kan je dat kopiëren en plakken. Dus op je timeline is er nog geen automatiseringsoptie voor het beantwoorden van de vragen. Even kijken, heb ik alle vragen gehad? Ja, ik heb allemaal behandeld. Ik zie een nieuwe message binnenkomen. Ja, hebben jullie andere vragen voor mij? Want dit is het stukje waar we echt vragen doen. Oh, ik zie hier Q&A, twee vragen. Kan je tegelijk meerdere social media platforms gebruiken om in de beginfase awareness te creëren bij je potentiële klanten? Bijvoorbeeld Facebook en YouTube. En welke voordelen kan dit je opleveren? Ja, je kan, maar nog je moet verschillende social media platformen gebruiken. En let erop, Facebook en YouTube zijn grote rivalen van elkaar. En zij maken het dus moeilijk voor elkaars content om op elkaars platformen goed te performen. Wat je zou kunnen doen is, je moet daarom native posten. Als je een videootje hebt en je post het op YouTube, als je diezelfde link van YouTube kopieert en plakt, dan krijg je een bepaalde reach. Maar Facebook gaat niet automatisch die post ook goed laten groeien. Die video's werken pas goed als jij het ook native post op Facebook. Dus je moet apart op YouTube posten en apart op Facebook. Dan gaat je Facebook video het ook goed doen. Anders krijg je een soort van strafpunten. En dan zien heel weinig mensen jouw video. Dat is een soort vendors war, noemen we dat in onze wereld. En dat blijft nog gewoon even tussen die twee zo. Maar nu op dit moment, en met jullie producten en diensten, zou ik adviseren Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Maar niet heel veel voor YouTube. Dat zo wat. En wat is de vraag? En welke voordelen? Het voordeel dat dit je oplevert, dus dat je op meerdere platformen bent, is dat je een bredere doelgroep bereikt. Want sommige mensen zijn echt op alle platformen actief. En weer andere, het overgrote deel, heeft gewoon een voorkeur voor een bepaald platform. En dus je kan dan de mensen van Facebook bereiken en die van Instagram. Ik denk in deze periode, in deze tijd, is het gewoon is it not done als je niet op Instagram bent. Je moet op Instagram zijn. Jullie zouden met jullie groepje een soort TikTok challenge kunnen beginnen, bij wijze van spreken. En er is nu een TikTok challenge voor haar, waarbij volgens mij de persoon een bun maakt. En dan je keert je om, dus met je rug naar de camera staat.
En dan wordt die bond losgemaakt, dan zie je hoe dat haar dus losgaat. Dat is een voorbeeld. En ik zeg dat je die moet gaan doen, maar je zou, en je zou zelf iets kunnen bedenken wat mooi in lijn is met wat jullie doen. En een soort challenge maken, dan doet iedereen dat na. En dan kan je mensen uitnodigen om dat ook, zeg maar, te gaan nadoen. Zo krijg je dan user-generated content en dan krijg je dat mensen viral gaan. Om dat te stimuleren, zou je dus daar een campagne omheen kunnen bouwen. Je zou mensen kunnen zeggen van, hey, als je ook de TikTok-challenge... doe mee met onze TikTok-challenge en maak kans op een gratis conditionerbehandeling of something. Yes? Een ander voordeel dat op meerdere platformen actief zijn met zich meebrengt, is dat je gewoon heel veel werk hebt. Sorry. Dat is geen voordeel natuurlijk, maar het is veel werk als je op meerdere platformen actief bent en je moet niet bij hetzelfde gaan posten, want het blijft dus gewoon hetzelfde. Dat kan je met Facebook en Instagram nog wel een beetje doen hoor, maar ik zou zeggen van, doe dat niet te veel. Yes? Dan hebben we Brian, die zegt Facebook Messenger is een van de beste manieren om engagement en brand advocate te stimuleren. Dat klopt. Dat klopt echt, ja, Brian. Hoe werkt dat met live video's? Zullen ook 7% leden bereikbaar zijn? Jennifer Redmond stelt de vraag. Nee, bij live video hebben ze het algoritme nog niet zodanig dat het maar 7% is. Maar het duurt wel even voordat de mensen naar je video komen en live zijn. Dus bij live video's adviseer ik om meestal een dag van tevoren al te melden. Hey, morgen ga ik live. Of je kan het zelfs nog eerder van tevoren doen. Bijvoorbeeld, je zou 3 dagen van tevoren al kunnen zeggen van... aankomende vrijdag. Het lijkt voor mij dat vrijdag zo ver is. Omdat gisteren echt op zondag leek. Maar het is morgen al. Maar je zou kunnen zeggen bijvoorbeeld... Op dinsdag post je dat je vrijdag live zou gaan. En in je live sessie zou je het hebben over ABC. En dan heb je dus een announcement gemaakt. En dan geef je ook het tijdstip aan waarop je live gaat. Dat is een van de dingen. En dan het volgende wat je doet is dan een paar uur voordat je live gaat... of een dag voordat je live gaat, dat je even weer een reminder post plaatst of diezelfde post reshared. Je kan er ook een Facebook event van aanmaken. Dus je maakt op Facebook een event aan waarbij je zegt van een live Facebook sessie met ik doe dat of anything wat je wil zeggen. En we hebben het over dit. We kunnen mensen aangeven dat ze geïnteresseerd zijn, omdat events op Facebook wel wat beter aanslaan dan gewoon een post plaatsen. Dan doe je een combinatie van deze dingen. Hè? Dus, en dan vervolgens als je wel uiteindelijk live gaat, dat je dan niet direct begint te praten. Niet in je eerste paar minuten. Je kan dus ervoor kiezen om in het begin, richt je de camera bijvoorbeeld op iets wat men naar kan kijken of iets dergelijks. Want het duurt een paar minuten voordat jouw mensen weten dat jij live bent. En voordat zij dan kunnen insignen. Ja? Dus ja, dat kan je dan doen. Je video is daarna nog beschikbaar, dus dan kan je het ook nog sharen. Yes, answer live. Oké. Beryl Brug, wat is het percentage dat je bereikt op Instagram? Is ook rond de 7-10%. Ze zeggen 9%, dus ook best laag. Met hashtags kan je het op Instagram kan je dat verhogen. Ja? Facebook en YouTube zijn rivals. Nu pas snap ik het. Ja, Gabrielle, ze zijn rivals. Hele grote rivals. Daphne Hof vraagt, wat is belangrijker? Aantal views of likes? Bij een video is aantal views belangrijker dan aantal likes. Omdat er heel veel mensen zijn die naar een video kijken, maar dat me niet liken. Misschien liggen ze al krom van het lachen of hebben ze al 10 keer nog iets gedaan met de content van de video. En ik ben een van die mensen. Maar dan like ik die video niet eens. En ik doe dat vooral met video's van Tasty. Dus kijk, ik hoor een recept in elkaar wat we zijn. En dan denk ik, hey, dat ga ik de volgende keer proberen. Maar ik heb nooit die video geliked. Dus nee, bij video's moet je niet echt gaan voor likes, maar voor views. Dan moet je echt naar de views kijken. En ook page likes. Hè? Er is een soort van, een soort van liefde voor page likes. Maar eigenlijk zeggen page likes nog steeds te weinig. Want je kan... 1000 page likes hebben
Maar je bereikt veel meer klanten en je hebt grotere sales dan iemand die 20.000 page likes heeft, maar geen enkele sales houdt. So be careful. Even kijken of ik al een vraag heb gehad. Hier is nog een vraagje. Instagram, TikTok, thank you. Oké. Okay. Nou, ga je gang. Ik heb nog wat tijd om nog wat vragen door te nemen. Deze moet ik op dan zetten. Hoe kan je online banking gebruiken om je opt-in voor je diensten of producten laten betalen? Oh, hoe kan je online banking gebruiken om je klanten voor je diensten of producten te laten betalen? Ten eerste moet jij zelf een bankrekening hebben en je moet toegang hebben tot online banking. Online banking is niets anders dat jij zelf op jouw bankrekening kan inloggen. Dus of je nou bij de DSB zit, de Fina Bank, Republic Bank of Hagling Bank zit. Jij kan dus zelf inloggen en je afschriften je complete boekhouding. Je kan je complete cashflow enzovoort op je bankrekening kan je daar bekijken. Wat je daarmee kan doen, is je kan met mensen zeggen van dat ze een product bij je kunnen kopen en dat ze via internetbanking voor jou kunnen overmaken. En als ze je dan een betalingsbewijs sturen, dan kan je het product afleveren aan hun. Er zijn mensen die niet wachten tot, die niet werken met betalingsbewijs, maar die ook gewoon zeggen het geld moet eerst op mijn rekening staan. Dat kan soms voor wat vertraging kosten, maar omdat jij zelf online banking hebt, dan kan je zien dat de persoon al betaald heeft. Even met een voorbeeld. Stel, je zou product A aan mij verkopen. Ik wil het kopen en ik zie een post van jou waarin staat, je kan dit product bij me kopen. Het kost 200 SAD en je kan betalen door op rekeningnummer en dan staat jouw bankrekeningnummer daar waarop ik het geld moet overmaken. Dan moet ik in mijn internetbanking inloggen. Dat kan op mijn mobiele telefoon. Bij veel van de banken die hebben een mobile app. Kan ik daar inloggen. Ik kopieer jouw bankrekeningnummer en zet dat bij mij, bij de persoon aan wie ik wil overmaken. Ik voer het bedrag in en ik klik submit. Oh nee, sorry. Ik zet ook nog een omschrijving. Ik moet nog aangeven, Anushka Sonai betaalt voor product A. En dan klik ik send. Als het van dezelfde bank is, dus DSB naar DSB, Fina Bank naar Fina Bank, dan kan je eigenlijk, ik weet dat je bij de DSB instant ziet, meteen ziet. Ik weet niet hoe dat bij de Fina Bank is, hou me dat ten goede. Oh ja, bij de Fina Bank is het ook instant. Hagling Bank, denk ik ook. Als het dezelfde bank is, zie je het instant. Dan zie jij meteen dat, hey, Anushka Sonai betaalt voor product A. Oh, ze heeft al 200 SAD, staat al op mijn rekening. Dan kan je mij het product geven. Dat is trouwens ook hoe ik betaal bij de visagisten. Ze heeft geen postapparaat, maar dan doe ik online banking en internetbanking via mijn mobile app. En dan heb ik het betaald. Dus dat is hoe je dat kan gebruiken. Je hoeft daarvoor geen MOPE te hebben. Je hoeft geen MOPE te hebben. MOPE is een wallet. Je hebt ook Google Pay, je hebt ook iPhone heeft een wallet, je hebt andere e-wallets, je hebt UniFivePay. Maar internetbanking, online banking, dat zijn beide hetzelfde. Die zijn hele betrouwbare manieren van betalen hoor. Dus die kan je ook altijd doen. Ik ben naast dit alles ben ik ook de voorzitter van de ICT-associatie en we doen geregeld webinars. Dus houden jullie onze page van de ICT-associatie ook in de gaten, want dat we gaan binnenkort een webinar hebben over online payments. Hoe je met e-payments werkt. Dat is heel interessant. Dus ik kijk naar wat voor vragen jullie stellen. Dan denk ik dat een hele goede webinar voor jullie is. Ik zal via Beryl ook... ik zal Beryl laten weten wanneer we zo'n webinar hebben. Kan zij jullie ook informeren. Dat was Elisa de vraag over online banking. Dat heb ik beantwoord dus. Ik neem jouw tips mee. Tanja zegt, ik neem jouw tips mee. Ik had altijd de kracht
een post onderschat. Ik had altijd de kracht van een post onderschat. Nou, Tanja, ik zou zeggen, probeer het. Laat me weten hoe dat gaat. Misschien kunnen we een keer een follow-up dag doen. Beryl, check even hoe dat zit. Ik help graag. Jennifer Redmond zegt, ik heb geen mopé, dus veel van mijn klanten betalen via internet. Ja, ze betalen via internetbanking, hè. Ik vind internetbanking inderdaad een hele goede optie, hoor. Maar Jennifer, laat het je niet meer houden om die mopé ook aan te schaffen, want ik zie dat veel mensen ook die mopé gebruiken en wat ze doen is ze geven aan hun familie in het buitenland bijvoorbeeld, of niet alleen maar familie in het buitenland, maar andere mensen ook door van, dit is mijn mopé wallet, je kan geld voor me overmaken enzovoorts. Dus dat gebeurt dan ook weer. Dan kan jij ook die doelgroep meenemen en ook bij hun salesen. Yes? Oké, heb ik hier alle vragen? Ga ik even naar de chat. Follow. Oh ja, Beryl gaat inderdaad de follow-up inplannen. Zijn er nog meer vragen voor me? Oh, er komt nog net een vraag binnen. We gaan richting 10:00. Ik heb nog de hele avond, maar ja, we hadden wel een tijd hiervoor aangegeven. Als jullie moeten gaan, gaan we afronden. Hoe kan je een online product, bijvoorbeeld de online course, beveiligen tegen plagiaat? Of dat een klant die je product heeft gekocht, het dan gratis onder vrienden verdeelt of zelfs verkoopt? Oké, en Elisa, dit gaat echt puur over courses, hè? Want een ander product, ja, dat die bij je koopt. Als ik nou haarcreme bij je koop en ik verdeel het onder mijn vrienden of ik verkoop het door, ja, dan kan je weinig aan doen. Maar iets als, bijvoorbeeld ik maak geregeld white papers. En wat ik doe is ik probeer op elke page wel mijn naam te zetten. Niet mijn naam, maar de bedrijfsnaam te zetten. Maar plagiaat kan je heel slecht tegengaan. Ik reken dan meestal op de ethiek van mensen. Wat je hebt bij online courses is je kan het liever op een portaal plaatsen wat een LMS is. Ik weet, het gaat nu echt een beetje te ver in vaktaal. Maar er zijn portalen als Udemy waar je eigenlijk je course kan uploaden. En mensen het alleen maar kunnen downloaden als ze al een keer betaald hebben. En hoogstwaarschijnlijk kunnen ze, en, ja, in verre ik weet, kunnen ze dat dan niet doorverkopen. Ja? Dus dat is een beetje tricky. Men maakt zich toch wel... ik heb zelfs meegemaakt dat iemand met zijn mobiele telefoon gewoon een hele video van me heeft gefilmd en het daarna heeft doorgestuurd naar anderen. Dus als men wil stelen, gaat men een manier vinden om dat te doen, want dat is wat plagiaat is, stelen. En ik denk, ja, er gaan mensen zijn die dat doen. Ik reken juist op gewoon het gedeelte dat het, of dat deel dat het niet doet. En uiteindelijk gaan mensen gewoon weten dat jij de expert bent en niet de persoon die copy-paste doet bij jou. Zo, ik heb de meeste vragen beantwoord. Alle vragen beantwoord, denk ik. Als ik eentje heb gemist, dan is het nu de kans dat je me dat zegt. Ik scroll even langs alles. Ik zie hier niets dat ik niet heb geadresseerd. Zijn er andere dingen die jullie willen weten van mij? Beryl, jij hebt overigens de mogelijkheid om gewoon te praten, hè? Want ik heb jou in de panelist geplaatst, dus jij kan gewoon praten. Carmen kan dat ook. Ik ga nu even op iedereen allow to talk klikken. Als jullie iets willen zeggen of iets willen doen, dan kan dat. Alsnog. En als je dat niet wil, is ook prima, hoor. Ja. Ik heb iedereen dus nu de gelegenheid gegeven om te kunnen praten. Is er iemand die wat wil zeggen of aanvullen of een vraag heeft? Niet? Nou, dan wil ik jullie bedanken dat jullie mij hebben... Ja, ik ben... Beryl.
Ja, ik heb het waarschijnlijk verkeerd. Ik zag de hele tijd zo'n streepje door mijn microfoon. Dus ik dacht dat ik niet kon praten. En ik probeerde het ook en niemand reageerde. Dus ik dacht, oké, ik ben ook op mute. Ik wil Ja. je in ieder geval namens de groep heel hartelijk bedanken, Anoushka. Het was heel duidelijk wat je ons hebt uitgelegd. Ik ben ook blij met de participatie van de groep, de vragen die ze hebben gesteld. Ik denk dat het best een dynamische training is geweest. En die tips die je hebt gegeven, gaan we zeker in acht nemen. Ja, de follow-up lijkt me ook een hele fijne voor de groep. Ja, in deze tijd is het best wel heftig. En we waarderen het bijzonder dat je ons op deze manier toch hebt willen ondersteunen en poweren. Nou, ik hou van als mensen het goed doen en dat Suriname veel ondernemers heeft. Ik zie jullie als ondernemers. Dus alsjeblieft, ga en maak er het beste van. Als je vragen hebt of zo, schroom niet meer te stellen. Ik heb niet altijd tijd. Ik ben heel druk, ook al zeg ik het zelf. Maar ja, ik heb ook een aantal bedrijven onder mij. En ik ben ook voorzitter ICT-associatie. Dus daar ook weer 60 bedrijven die aan je trekken. Maar ik heb dus niet altijd tijd. Maar als ik dat heb, dan investeer ik het graag in mensen die zelf iets willen gaan doen en proberen. En dat zag ik wel bij jullie. Hè? Toen je met de vraag kwam, dacht ik nee. Als ik hier mijn tijd in investeer, is dat een hele goede investering van mijn tijd. Ik wil jullie heel veel succes toewensen. Oh, ik lees nog comments. Dankjewel, Susanne, Elisa en Gabrielle, Angela, dank je. Ik ben blij dat jullie het leerrijk vonden. Maureen zegt dat ze het ook heeft kunnen volgen. Gelukkig, want Maureen is dus niet een kapper en ik heb helemaal geen voorbeelden uit haar branche aangehaald. Maar ja, je kan dat natuurlijk gewoon toepassen. Ja, Joyce, graag gedaan. Ja, blijven jullie veilig. Neem de regels in acht die ons COVID-team ons oplegt. En nogmaals, als je vragen hebt, dan weten jullie me te vinden. Volg ook onze YouTube-channels, want daar plaats ik meestal video's van basale dingen. Ik heb volgens mij vier video's over social media. Vanaf hoe je een Facebook-pagina maakt, tot aan hoe je community building doet en ook hoe je webcare doet. Community building is, daar krijg je ideetjes van hoe je posts, welke type posts kan je maken. En bij webcare krijg je tips van hoe je omgaat met reacties die je krijgt op je comments. Daar heb ik allemaal video's van op onze Academy channel. Het lijkt me goed dat jullie die video's ook gewoon bekijken in je vrije tijd en gewoon expert worden in social media. Nee hoor, word gewoon expert in wat je doet. En ja, als ik jullie kan helpen, ben ik hier. Yes? Fijne avond voor jullie allemaal en stay safe. Dank je. Doei doei. Jij ook, hè, Anuska. Dank je Ja, wel. zeker. Ja, dag verder. Doei. Doei. Doei, fijne avond. Doei, Doei. doei. Bye bye. Oh, die komt iedereen. Doei. Doei.